Word jij onze 50.000ste lid, dan krijg je 3 maanden gratis internet in Suriname en anders een voucher van 50 euro. Aanmelden met je Gmail-account. Kijkers van Kuturu TV, goedendag. Wij staan hier met mevrouw Judith Tilborg. Ja, een dappere jonge Surinaamse dame, moeten we zeggen. Ja, die al enkele maanden, moet ik zeggen, strijd levert. Als het gaat om haar zaak waarop ze recht heeft. Een stuk terrein in deze. En we zullen natuurlijk, zoals beloofd, zal ik u natuurlijk weer een update brengen over de case. Mevrouw Tilburg, goedendag nogmaals. We staan vandaag weer met u. De vorige keer gaf u aan dat de zaak voor zou gaan, wederom voor zou gaan bij de rechter op 12 januari. Wat kunt u ons vandaag zeggen over die case? Nou, dankjewel en ook groetjes aan alle kijkers en luisteraars van Kuturu TV. Fijn dat u er heel gauw bij bent voor deze update. Gisteren, 12 januari, is de zaak betreffende de combi-kwestie, zoals men die kent, wederom voorgegaan bij het kantongerecht. Gisteren was de raadsman van de staat afwezig wegens ziekte, maar er was wel voor de eerste keer een vertegenwoordiger of ambtenaar van het ministerie van Grondzaken. En natuurlijk, ik met mijn raadsman en van de tegenpartij, we hadden al begrepen bij het vorige interview dat Talib Dusing ziek is. Dus gisteren was zijn zoon in zijn plaats in de rechtszaal. Ik vond het zelf heel spannend. Ik wist dat gisteren niet het laatste zou zijn natuurlijk. Maar er is gevraagd dus aan de ambtenaar van het ministerie van Grondzaken, eindelijk omdat die er was, om de zaak te bestuderen en met antwoorden te komen. Want bijvoorbeeld de rechter valt erover dat ik sinds 1993 bezig ben. Toen ik de status van het stuk grond nog niet kende, heb ik een aanvraag ingediend. Denkende dat de staat mij zou zeggen van nee mevrouw, u hoeft niet aan te vragen. Het is eigendomsfamilie Boedel. Dat is dus niet gebeurd. Ik heb wel 4 keer aan de bel getrokken, 4 LAD-nummers gehad. En er is nooit gereageerd toen. Ik heb toen minister Kromosuto daar was, die hield hearings. Toen heb ik aangedrongen en kwam ik een keertje bij hem terecht, bij een van zijn hearings. En nadat ik een deel van mijn verhaal verteld heb, heeft hij me gestopt en zegt, mevrouw, zoals ik dat hoor, dat is familie Boedel en daar kom ik niet aan. Ja. Jaren verder, toen Relieveld minister was, heb ik ook weer aangedrongen en kon ik bij een gesprek zijn met hem. Waarbij ik op verzoek van hem nog 1 historisch document moest achterhalen en hij bereid zou zijn de zaak te corrigeren. Dat is dus niet gebeurd. Hij heeft zich niet aan zijn woord gehouden. Goed, dus die hele documentatie, zo'n dikke map, waarvan ook het ministerie van Grondzaken exemplaren van heeft. Dus zo'n een dossier hebben ze ook, een heel dik dossier. Met brieven van mij, met allerlei documenten waarbij ik staaf dat het stuk grond mijn familie toebehoort. Goed, dus de rechter heeft dus ook zo een stapel documenten van mijn raadsman in handen gehad en heeft dus gevraagd aan de ambtenaar van het ministerie van Grondzaken om
de case te bestuderen en de volgende keer met antwoorden te komen. Eigenlijk had die ambtenaar de documentatie moeten krijgen van de raadsman van de staat. Maar dat is die niet, was niet. Die was er niet. En ze hebben geen contact gehad volgens die ambtenaar. Dus heeft ze die stukken nooit ontvangen van hem. Natuurlijk denkt iedereen er op zijn manier over. Van ja, dit is om de kwestie te rekken natuurlijk. En dat soort dingen. Goed, ik ben een geduldig mens. En omdat ik weet dat ik strijd voor een oprechte zaak, verwacht ik ook op een gegeven moment een rechtvaardige uitspraak. Dus ik heb alle tijd, ik heb alle geduld dat de ambtenaren doen wat ze moeten doen. Want de rechter heeft expliciet gevraagd van, komt u de volgende keer ons alsjeblieft mededelen wat er is gebeurd met al die documenten die mevrouw Tilborg naar jullie heeft gestuurd. Ja. En wat was de reactie van de rechter toen die ambtenaar van het ministerie aangaf dat zij dus geen contact heeft gehad met de advocaat? Hoe heeft de rechter hierop gereageerd? Oh, de rechter is een heel coole persoon natuurlijk. En die heeft aan mijn raadsman gevraagd van, laten we dan niet wachten op die raadsman die de stukken moet afgeven aan die ambtenaar. Maar heeft u een reserve stapel die u op dit moment aan die ambtenaar kan afstaan? En dat is ook gebeurd. Dus de volgende keer moet de ambtenaar dan met antwoorden komen. En ook heeft de rechter gevraagd bewijzen van het moment waarop het perceel in vrij domein in de boezem van de staat terug zou zijn gekomen. Wanneer en hoe. En dat kan gewoon niet, want het is gewoon familie, eigendomsboedel. Dus de staat kan het niet zomaar tot vrij domein maken. Maar goed, die ambtenaar krijgt de gelegenheid om met zijn of haar superieuren de case te bestuderen en te onderzoeken. En ook met documenten en antwoorden te komen. Als ik via een ook oudere bloedverwant de originele, authentieke, nou originele, het zijn duplicaten en het is natuurlijk voor me ingescand en naar me gestuurd. Maar het zijn de authentieke koopstukken van dat perceel. Dat mijn voorvader dat perceel had gekocht en de familie heeft het nooit verkocht. Er zijn generaties daar geboren, getogen en de familie heeft het stuk perceel nooit verkocht. Dus dan moet men met die bewijzen nou komen. En verklaren hoe het is gebeurd dat ik sinds 1993 bezig ben, brieven schrijf. Al die brieven zijn er, de rechter heeft ze ook in handen gehad. Aanvragen van 1993, brieven van 2005, 2012, noem maar op. Er was een moment waarop de overheid opriep tot herregistratie. Ook toen heb ik gehoor gegeven en ik heb een controlestrookje gehad. En daarna hoor je dan niets meer. Dus terecht vraagt de rechter verklaringen daarover van ministerie. Wat hebben jullie gedaan met die informatie? En komen jullie met antwoorden? Ja. Mm-hmm. En u gaf het zojuist al aan, mevrouw Tilborg, mm-hmm. dat de rechter dus even vragen aan uw advocaat, mm-hmm. als hij de stukken dus kan overhandigen aan die medewerker van het ministerie van GBB. Ja. Hoe heeft uw advocaat daarop gereageerd? Gewoon spontaan en sympathiek. Heeft even met me afgestemd van kan ik u bellen als ik weer documenten nodig heb. Natuurlijk heb ik documenten. En altijd kunnen ze contact met me maken om weer eenzelfde identieke stapel te maken. Maar ja, hij heeft ze zelf dus. Voor zichzelf zal hij ook weer een stapeltje van die documenten in diezelfde volgorde opstellen. Dus die medewerker, of beter gezegd, ja. De staat heeft nu dus huiswerk. Gelijk de documenten in handen gehad. En ze hebben huiswerk, ja. Ze moeten meteen aan de slag, want de rechter heeft ook gevraagd van hoeveel tijd denkt u dat u nodig heeft. En toen er werd getwijfeld van misschien een maand of zo. Nou, toen zei de rechter, we geven u nog wat ruimte. We geven u 2 maanden ruimte. Maar de volgende keer komt u dan wel met antwoorden.
Dus als ik zo naar u luister, dan heeft de stad behoorlijk wat huiswerk voor die 2 maanden. Ja, natuurlijk. En mijn case is niet de enige. Dat weten we vanuit andere nieuwsberichten. Ik zei het ook al de vorige keer. Mensen moeten meer opstaan in dit soort kwesties. En aandringen op onderzoek. Weet je, dus van mij hebben ze alle ruimte voor onderzoek. Laten ze komen. Ik ben ook benieuwd. Ik vind het spannend. Ik ben nieuwsgierig. Ik ben nieuwsgierig naar waarmee ze komen. Ik heb en dat stel ik zeer op prijs, voordat ik vergeet. Die persoon heeft een speciale plaats in deze geschiedenis. De persoon die de authentieke koopstukken heeft gestuurd. Hier ziet u dus een stapel. Misschien kun je het houden voor de kijkers, ja. Ja, hier ziet u dus van die documenten. En het is een mooi stapeltje, ziet u. Echt dat oude handschrift. En hieruit is duidelijk dat mijn voorvader het stuk grond heeft gekocht. En verder heeft de familie het nooit verkocht. Dus er moeten verklaringen komen. En tot slot, mevrouw Tilburg. De rechtszaak is geweest, de zitting is geweest. De staat heeft nu huiswerk. Welk gevoel heeft u hierbij en hoe kijkt u aan richting natuurlijk de eerstvolgende zitting? De eerstvolgende zitting is dus over 2 maanden. En ik kijk er met genoegen naar uit. Uit elk iets wat er gebeurt leer je weer wat. En ik ben benieuwd naar mogelijke documenten waarmee de staat komt opdagen. Want dit wat ik u net heb gezien, laten zien bijvoorbeeld. Deze documenten werden niet in eenvoud uitgeschreven. Ze werden in duplo of in drievoud uitgeschreven. Dus de staat moet gaan duiken in de archieven. Om ook een exemplaar te vinden van die documenten. Begrijpt u? Dus ik kijk met genoegen uit naar de volgende keer. Dat wordt heel veel zoeken, papierwerk voor de staat. Ja, zoals ik al 15 jaar bezig ben. Want dit heb ik niet in een paar dagen. Dit is jaren onderzoek en er is nog veel meer eromheen. En je moet proberen om te komen op de juiste plekken waar je die informatie kan vinden. En zo te doen door de jaren heen, door onderzoek, kwam ik via iemand op het pad van die nakomeling die de stukken van toen al 100 jaren, nog haast 50 jaren in zijn kluis bewaard heeft. Dus ik ben heel trots op Gerard. Het is ook een veel oudere man nu, weet je. Maar dat hij ze zo lang bewaard heeft, dat vind ik geweldig. En ze komen vandaag goed terecht, zodat wij het kunnen bewijzen. Ja. Oké, dan hebben we dat gehoord van mevrouw Judith Tilburg, wederom kijkers van Culturo TV. Heeft u tot slot misschien nog een aanvulling voor ons, voor de kijkers, de gemeenschap? Was het in het jaar 2024, januari 2024? We praten al enkele keren met u. Wat zegt u van deze plaats aan de samenleving gezien aan het begin zitten van het jaar 2024? Wel, ik zou zeggen, laten we als samenleving er naartoe werken om klaarheid te brengen in dergelijke zaken. Door onderzoek leer je ook meer. Je leert er altijd wat uit. Wees niet bevreesd. Gebruik je tijd nuttig, want hier gaat veel tijd in zitten. En dan kom je wel op het pad van historie, van je familie. Het is mooi om het uit te zoeken. Ik kan het met trots vertellen. En wat zou niet mooier zijn dan om het te vertellen op die plek waar die voorvader en voormoeder hard voor gewerkt hebben en gekocht hebben. En ze hebben het niet verkocht nogmaals. Er zijn generaties daar geboren. Mijn vaders moeder is daar geboren in 1892. Gehuwd in 1926. En echtpaar Tilburg Robles
heeft daar kinderen gekregen. En ze zijn heen gegaan in 1975 en 1978. Dus kijk hoe lang ze daar hebben gewoond. Weet je? Maar natuurlijk, de tegenpartij die zal om zijn daad te rechtvaardigen, niet de waarheid willen horen en probeerde dat te verdoezelen. Maar dat kan niet, want er is bewijs. Begrijpt u? Dus ik zie het goede tegemoet. En dat het recht mag zegevieren. Eens, hopelijk dit jaar nog. Zodat ik kan beginnen met uitvoering van onze wens. En mijn wens is om daar ter ere van Georgina en Brampy een monument en multifunctionele zaal te hebben. Dus ja, kijk, het is duidelijk, dit is duidelijk. En ik zou toch gewoon kunnen zeggen van, wanneer het zover is, wil ik kunstenaars oproepen om samen te werken aan een monument dat er moet komen. Dus kunstenaars, begin je klaar te houden. En als je interesse hebt, maak alvast contact met me, zodat wanneer het moment er is dat we kunnen starten, dat ik kan starten met die activiteiten, dat we kunnen fundraisen en dat die wens in vervulling gaat. Want het is zo'n mooie familiegeschiedenis, genealogische geschiedenis, dat ik daar weer vertel aan toeristen. Dus ja, ik kijk er naar uit. U kijkt er naar uit, zo hebben we dat gehoord van mevrouw Judith Tilburg, kijkers van Culturo TV, mm-hmm. op deze vrij rustige zaterdagmiddag. Mevrouw Tilburg, nogmaals dank voor het feit dat u bereid bent altijd ons te woord te staan en ons op de hoogte te houden van deze situatie. Ook aan jullie bedankt en ik mag niet vergeten om ook te bedanken de mensen die naar de interviews kijken en reageren. Bij de laatste keer waren er ook zulke mooie reacties waarbij men me powert van ga door mevrouw Tilburg, geef niet op. Het komt u toe, het is duidelijk. Dus ook dank al die kijkers en luisteraars. Suriname altijd dichtbij, je sap toch? In me ati, srana. Sabaka gang, de Canada Peuang. Yeah. Tijd voor het nieuws. Goluk op je nieuws. Culturo Nyusu. Pas de vastraat is refbuntu. Unde van nieuws. Sadef Arkina nieuws. Culturo Nyusu. Pas de vastraat is refbuntu. Suriname zo een hele klan, maar goud heb je hele kwan. Wees je, alas mijn sari, alas mijn bari, maar je voetbond druk wawang. Dat wees reka mama sralang, ben no one sama, no abis kwari, no abis sari, yeah. Bij je kriol, je fans of chine, je shai doule. Of enemies, Dambotaki on the right place, different colors, one stage. Go, 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 be all over, grow, be well, I fuwa, I guess, I go.
so so man in sa biggie biggie. No, we go axa for luck if the loba bolate. We go arga problema for the smile in the wake and really be sweetie. So long as I pay you the way swing committee. Yeah. Druk up a link, make we stelling a praise. Sterker kan wel, want united say way. We kunnen a gemeenschap, we doen we roko, maar dan a gereedschap. And we give almighty thanks and praise tak. Tak in de wiki na we da eerste leesblad. We zijn beleefschat, statistieken schrijf je overweeg dat. Ja, had je iets teken in je keel gehad. Biet qua door om je schat, want je weet dat. No fake, no joke, ja, nu zo prespari. E fubondru qua wanda mine kouda ushwari. Ja, nu zo nesari, why begin te wa klari. Te skrijt en share, make the fans fi arki. Ja, we libu no prati, u ape in ei parki. We de tapas krati, ka kwang ei kragi. U de borei dwen, aksa falok fai kwang a de steiging. E fu vergelijting, u a babo weis dwen. Da u ka forweis ding, go na beleis ding. A probleem van volk na de stijging. Dat bek we tamita volk voor de ta eisting. Want u poweri koma voor de kotis geen ding. En u goen op de ving. Dei voor iets nieuws. Stolu koopje nieuws. Kulturu nyunsu. Paste fa stratis respuntu. U de baniu. Sadef arkina nieuws. Kulturu nyunsu, paste fa stratis respuntu.